Martin Hansen, oud-doelman van ADO Den Haag. Legendarisch geworden vanwege die hakbal 2 seizoenen geleden tegen PSV. Hij is gehuurd van Ingolstadt omdat de blessure van Warner Haan toch een stuk ernstiger blijkt te zijn dan in eerste instantie bekend werd gemaakt. Lucassen komt de bal voor de voeten. En kan ze hem uithalen. Dat is een geweldige uithaal. Sterker nog, het is 1-0 voor Heerenveen. Zinelli met de treffer. 4e minuut van de wedstrijd. PSV eigenlijk bijna vanaf de aftrap op de helft van Heerenveen actief geweest. Maar eventjes aan de andere kant. Een daverende knal van Zinelli waar Zoet nog wel een hand tegen krijgt. Misschien trekt hij zelf de conclusie wel dat hij daar meer aan had moeten doen. Kobayashi, Ødegaard. Wordt weggedraaid door Dumfries, die is daar al helemaal als rechtsbuiten. Dumfries moet paal oppassen. Dumfries voorzet, 2-0. 2-0 Heerenveen, wat een pikstart van de Vriezen. Iets meer dan 5 minuten gespeeld. Reza loopt juichend weg, dan zal hij het laatste tikje wel gegeven hebben. En weer een assist van Denzel Dumfries. Die geweldig is begonnen aan zijn dienstverband in Friesland. Prachtige aanval van Heerenveen. Uitstekend gevoetbald. Reza Gujanić die zijn lichaam dan uitstekend gebruikt. 2 gelijke spelen, 3 nederlagen. Dat is de oogst voor de Eindhovenaren in de laatste 5 jaar hier, de 5 seizoenen. En nu met 2-0 achter. Van Ginkel, Ramselaar, Lozano. Dumfries weer erbovenop. Lozano begon als een dribbel. Arias sluit aan, speelt de bal. Van Ginkel. Lekkere wedstrijd hoor tot nu toe. En het eerste schot van de wedstrijd van PSV. En Hansen voor het eerst met de vingertoppen. Ramselaar. Bergwijn doorgelopen. Bergwijn. Locadia, lastig hoek. Locadia en Lozano krijgt zijn voet niet tegen de bal. Goeie kans, PSV. Schaars, zee aan ruimte voor Woudenberg. En Locadia die gaat daar echt niet achteraan hobbelen. Zinelli. Zinelli is een plaag voor de verdediging van PSV. Zinelli, bijna is het 3-0. Wat is die opdreven in het eerste kwart van deze wedstrijd. Arber Zinelli. Zo zit PSV na die 2 snelle tegentreffers inmiddels wel wat beter in de wedstrijd. Maar heel veel kansen creëert het nou ook weer niet. Locadia gebruikt zijn lichaam. Locadia nu wel. En de redding van Hansen mag er zijn. Tot de vlammende schot van Locadia. Mooi weggedraaid. Schaars. Ramselaar moet oppassen. Liet op tijd los. Lozano niet langs Dumfries. Ja, hij laat veel toe. Dat heeft hij aan het begin al aangegeven. Kevin Blom. In dit geval is Schaars het er niet mee eens. Maar goed, je weet in ieder geval waar je aan toe bent. Dit is natuurlijk wel over de scheef. Dit is een stevige overtreding. Een hele stevige, sterker nog. Het is rood voor Lozano. Over de grens. Zwaar over de grens. PSV met 2-0 achter en door met 10 man. Maar een rode kaart voor de Mexicaan. Piri. Zocht Reza. Reza gaat nog een poging wagen om die bal binnen te houden. Dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Want daar slaagt hij in. En daarmee zet hij ook Dumfries aan het werk. Dumfries. Ødegaard. Ødegaard. Zoet moet zich compleet strekken. Paal op avontuur. Op eigen helft. Dat is nooit zo'n goed idee. Paal houdt vast. Ja, het is allemaal heel naïef. Hoe die jonge linksback, die positie ook helemaal niet gewend is, dat hier aanpakt. Ødegaard. En die is er al wat dichterbij. Uur gespeeld in dat eerste kwartier van de tweede helft heeft de PSV in ieder geval die schade niet hoger laten oplopen. En nu gaan we toch risico's nemen met het inbrengen van een extra spits. Het is de 100ste Eredivisiewedstrijd voor Luc de Jong. Bergwijn trapt. Daar komt de Jong en zijn eerste kopbal sinds zijn invalbeurt helemaal vrij. Van de redding van Hansen. Opnieuw de bal ingebracht door Bergwijn. Goede hoekschop was dat zo even.
Zoet. En een penalty. Een penalty voor Heerenveen. Omdat dat toen nadrukkelijk wordt vastgehouden, oordeelt Blom. Eens kijken naar het duel. Easymat. Ja, die gaat gewoon aan zijn tegenstander hangen. Dan kan de scheidsrechter niks anders doen dan de bal op de stip te leggen. Reza tegen Zoet. Zoet heeft hem. En Zenedi dan nog voor de rebound. Nee, want daar is Van Ginkel. En zo blijft de spanning er echt nog wel een beetje in zitten. Zwakke strafschop van de spits van Heerenveen. En heel attent gereageerd door Van Ginkel met Zanelli in de buurt. De Jong. Terug naar Locadia ging niet. Torsby te stevig. Dan de wraak van Hendricks. En het is goed dat Blom er gelijk bovenop duikt. Want daar lopen de emoties toch weer wat hoog op. Hendricks krijgt geel voor dat tikje na die tackle van Torsby. Die tackle is stevig overigens. Maar daar, ja, onder het toeziende oog van de scheidsrechter, is dat nou niet zo handig. Hoekschop van Pereiro bij de tweede paal. Is het duwen en trekken? Ja, aan de andere kant had Blom zijn ogen gericht op het duel waar Easymat die mist in ging. Hier is het De Jong en Torsby. En als hij daarna had gekeken, dan was het ook een penalty geweest. Blijft hij gelijk. Het is exact hetzelfde. Het zou op het resultaat hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben gehad. Want hier is het eindsignaal van Kevin Blom. Weer lukt het PSV niet om met een overwinning naar Eindhoven terug te keren. Voor de zesde keer op rij, het zesde seizoen op rij. Averij in Friesland. En stevig averij ook.